Ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En zoals jullie net al zagen was dat mijn back to school intro. Want dit is een video van mijn back to school serie. Welkom in mijn klaslokaaltje met de mooie posters. En zoals je hier al ziet staan, ik heb vandaag 10 brugklastips voor jullie. Want er zouden vast veel kijkers zijn die binnenkort naar de brugklas gaan. Of die net in de brugklas zitten. En ik zit nu al op het tweede jaar van het mbo. Ik heb dus al mijn basisschool gehad, mijn middelbare school. En ik zit nu al op de helft van mijn mbo. Ik heb dus best wel al wat schoolervaring. En ik heb 10 categorieën op een rijtje gezet met tips daarin voor de brugklas of überhaupt de middelbare school. Om jullie misschien een beetje te helpen en mijn ervaring daarmee te delen. Als eerste, dingen die niet waar zijn. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel de tv-programma's gezien op Nickelodeon van Victorious of Net Survival Gids. Waar ze allemaal hele coole schooldingen hebben, maar de meeste dingen daarvan zijn in Nederland helemaal niet waar. Iets wat mensen misschien soms zeggen, dat je een brugmug wordt genoemd, een brugpieper, een koter, al dat soort rare, vervelende bijnaampjes. Maar eigenlijk gebeurt het helemaal niet. Ik heb het ook eventjes gevraagd aan mensen in mijn omgeving en die zeiden dat ze eigenlijk ook nooit zo zijn genoemd. Misschien een keertje door je grotere zus als grapje, maar ja, daar kan je wel gewoon tegen. Net als dat je ook niet op de grond gegooid wordt, er wordt niet tegen je geslagen, geduwd. Nee, zeker niet. Ik ben wel een keertje soort van door de gang gebeukt, niet echt heel hard, maar ja, dat mijn tas bleef van ergens haken en dan duwde iemand zo. En ja, dat was eenmalig. Dat hoort er misschien even bij als er drukke gangen zijn. Maar dat gebeurt echt niet dagelijks. En je hebt ook niet, zoals je daar altijd ziet, van die meterslange kluisjes waar je allemaal leuke versieringen in kunt doen. Nee, die zijn in Nederland veel kleiner. En daar kom ik straks op terug. Ook is er niet, zoals bij Net Survival Gids, zo'n schoolkantine waar je dan met zo'n dienbladje en een bordje naartoe gaat. En dan komt er zo'n kantinejuffrouw die kwakt er zo'n lekker vies eten dingetje op. En dan heb je eten. Nee, dat moet je allemaal zelf meenemen. Natuurlijk heb je wel een kantine waar je snoepjes of een broodje kan kopen. Maar je krijgt het dus niet gratis of zo. Je kluisje. Zoals ik al zei, je kluisje is echt niet groot. De meeste kluisjes zijn of vierkant, zo'n klein vierkantje. En dan verder nog wel diep natuurlijk, zodat je boeken ook nog verderop erin kunt doen. Ik liet mijn boeken altijd thuis op mijn boekenplank staan. En de boeken die ik nodig had, nam ik die dag mee. Stel, ik had echt heel veel boeken nodig die dag. Dan stopte ik de boeken die ik aan het eind van de dag pas had in mijn kluisje. Zodat ik niet met alles de hele dag in mijn rugtas hoefde te sjouwen. Want dan kreeg je echt wel last van je rug. Sommige mensen laten ook alles op school. Maar het is maar net wat je handig vindt. Misschien moet je dat gewoon even uitproberen. Maar doe wat jij zelf fijn vindt. Wat ook handig is om je rooster daarin te hangen. Want stel jij laat dus je boeken in je kluisje zitten. Dan kan je zo makkelijk je boeken pakken die je voor die uren nodig hebt. En hoef je niet helemaal op te gaan zoeken op internet of ingewikkeld aan andere mensen te gaan vragen, wat alleen maar vervelend is. Eén handig tip voor alle vrouwelijke kijkers onder ons. Iedereen gaat een keertje ongesteld worden. En het is erg handig als je een maandverband of tampons bij je hebt. Je hoeft het niet per se in je tas te doen als je dat ongemakkelijk vindt, wat eigenlijk gewoon heel erg normaal is. Maar stop het dan in zo'n tasje bijvoorbeeld en leg dit tasje dan gewoon in je kluisje voor het moment als het eraan komt. Stel een vriendin heeft het nodig, dan heb jij het alvast in je kluisje liggen en kan je het gewoon aan haar geven. En dan ben jij de reddende engel. Outfit. Hier kan ik heel kort en krachtig over zijn, want ik vind dat jij zelf moet dragen wat jij leuk vindt. Draag iets wat bij jou past, waar jij je fijn in voelt en waar je gewoon helemaal lekker in voelt en waar jij je eerste schooldag gewoon helemaal happy mee kan ingaan. Zodat mensen kunnen zien wie jij bent. Ga niet iets dragen omdat alle basic bitches dat aan hebben, omdat dat cool is misschien. Nee, gedraag je als jezelf, want mensen komen er later toch wel achter wie jij echt bent. Wel is het handig om je outfit een avond van tevoren klaar te leggen, zodat je die ochtend minder stress hebt. En dat je niet heel je kledingkast nog helemaal moet doorgaan zoeken naar een leuke outfit. Nieuwe vrienden. Heel veel mensen zijn bang dat ze geen nieuwe vrienden maken. En eigenlijk staat het echt helemaal nergens op. Iedereen, geloof me, iedereen is echt wel bang voor die eerste schooldag. Nou, misschien niet per se bang, maar iedereen vindt het echt wel spannend. Je kent de meeste mensen helemaal niet. Ik ging ook in mijn eentje naar die school. Niemand zat in mijn klas die ik kende. En eigenlijk leer je ze vanzelf kennen. Meestal heb je al een kennismakingsweek waar je allemaal spellen gaat doen. Je leert docenten kennen, leerlingen, opdrachten. Ga daar gewoon goed aan meedoen, want dan leer je meer mensen kennen. Wees dus niet bang en stap desnoods gewoon op mensen af. Bedenk dat iedereen het spannend vindt. En misschien ben jij dan wel degene die daarop afstapt. En zo leer je misschien wel je allerbeste vriendin kennen voor de komende paar jaar. Desnoods neem je iets extra's te eten mee dat je zo stiekem kan uitdelen. Dus dan komen mensen vanzelf al naar je toe en dan kan je een praatje maken. En wil niet bij die populaire groep van de klas horen. Als je gewoon jezelf bent, vind je je eigen vriendengroep vanzelf wel. Spullen. Nou, ik
gebruik ik nu deze rugtas. Deze heb ik ook een laptopvak. Deze heb ik gekocht voor mijn nieuwe school. Omdat ik daar een laptop gebruik. Ik vind hem heel erg handig. Hij is niet te groot, niet te klein. Alles past erin. Ik vind het heel erg fijn. Ik vind een rugtas zoveel fijner dan een handtas. Ik heb wel een paar keer op de middelbare school een handtas geprobeerd. Maar ik heb nu eigenlijk altijd een e-spec gehad. Want een handtas, daar kreeg je gewoon een zere schouder van. Alle boeken pasten er niet in. Hij ging scheuren. Ik vond het niet handig. Als jij het zelf wel handig vindt, kan je het proberen. Maar ik raad toch wel echt een rugtas aan. En dan kan je desnoods, als je een keertje een dag hebt waarop je maar 2 boeken mee hoeft te nemen, een handtasje meenemen met die 2 boeken daarin. Leg zoals je outfit ook je boeken die avond van tevoren klaar in je tas, zodat je die ochtend niet kan vergeten. Het eten en zo kan je gewoon in de ochtend pakken. Maar wat ik dus een keertje heb gehad, ik dacht op de eerste schooldag dat het leuk was om een flesje met prik mee te nemen. Het zat de hele dag in mijn tas. Het schudde heen en weer. Toen was de pauze aangebroken. Ik maak het flesje open. En misschien raad je het al. Pjoe. Het prikje. Niet het prikje. Het flesje met prik zat zo over me heen. Ja, geen aanrader dus. Neem gewoon een ander flesje mee. Ik neem altijd zo'n flesje water mee. Ik heb ook een tijdje een dopper meegenomen. Doe wat je zelf fijn vindt. Sommige mensen denken misschien dat het raar is om een broodtrommel mee te nemen. En dat is zeker niet waar. Ik heb ook een hele tijd een broodtrommel meegenomen. Want soms is het gewoon vervelend als je brood geplet is. Dus soms is een broodtrommel heel handig. Maar een zakje kan natuurlijk ook. Het zou ook best wel kunnen dat je heel veel losse blaadjes krijgt. En daarvoor had ik altijd zo'n doorzichtig mapje mee. Stopte ik dan achter in mijn tas en dan kon ik hier alle losse blaadjes in doen. Je kan natuurlijk ook zo'n mapje meenemen met zo'n slijtentje of zo'n kartonnen mapje. Allemaal heel erg handig, want dan raak je het niet kwijt, kreukelt het minder en kan je het gewoon beter bewaren. Neem genoeg pennen mee. Desnoods kan je ze uitdelen. Er gaat altijd wel een leerling zijn die aan jou gaat vragen, mag ik een pen lenen? Of jij bent die leerling zelf. Kan natuurlijk ook. En als je dan bang bent dat je ze allemaal kwijt gaat raken, doe dan desnoods gewoon een wasjetapeje omheen. Ik heb hier even als voorbeeldje eentje omheen gedaan. Dan, dan denken mensen, oh ja, die was van diegene. Kan ik me gewoon weer teruggeven en raak je niet al je pennen kwijt. Lessen en cijfers. Let goed op in de les. Want natuurlijk is het hartstikke gezellig om met je nieuwe vrienden lekker te praten en een beetje grappig te doen. En tuurlijk, dat kan je echt wel eens doen. Maar mijn tip is wel, let ook wel op in de les. Want als jij in de les al oplet, dan hoef jij thuis veel minder te leren. Want de stof zit al in je hoofd en je herkent het dan als je thuis weer dat boek openslaat. En dan kan je thuis gewoon lekker Netflixen of afspreken met je vrienden. Dat geldt dus ook als de docent zegt, jullie moeten nu zoveel huiswerkopdrachten maken en de rest doe je thuis. Nou, je krijgt er dus al tijd voor in de les en maak daar dan gebruik van, zodat je thuis gewoon veel meer vrije tijd hebt. Onthoud ook heel erg goed dat alles meetelt. Want vooral in de laatste jaren van je middelbare school telt alles ook nog mee voor je diploma. Wees ook aardig tegen de docenten, want als jij aardig bent tegen de docenten, doen ze waarschijnlijk ook aardig terug. En misschien heb je daar dan nog wel een keertje profijt van. Dit is heel erg belangrijk. Wees niet bang om iets te vragen, want docenten zijn er om jouw vragen te beantwoorden. En dit geldt ook als je in de gang loopt en je denkt, ik kan het klaslokaal niet vinden. Raak niet in paniek. Vraag het desnoods gewoon aan een andere leerling of een ouderejaars. Die ouderejaars zal je echt niet gek aankijken, want dat heeft diegene ook zelf allemaal meegemaakt. Thuis. Als je thuis komt, neem dan eerst misschien eventjes een half uurtje voor jezelf. Doe wat je fijn vindt, want je hebt heel de dag op school natuurlijk al geleerd. Maar hou je er dan wel aan. Ga dan het half uurtje wel echt even je huiswerk doen. Ga even wat leren. En als je dat doet, neem dan misschien tussendoor ook even pauzes. Want je kan niet uren achter elkaar gaan leren. Beloon jezelf daarmee. Zet een wekker over zoveel minuten. Dan mag ik eventjes 5 minuutjes op mijn telefoon. Of dan mag ik dat ene snoepje eten. Dan mag ik dat leuke ietsje doen. Weet ik veel wat jij graag wil doen, waar je jezelf mee wil belonen, dan maak je huiswerk misschien ook veel sneller en wordt het net ietsje leuker. Als jij iets van je huiswerk niet snapt, app dan desnoods een klasgenootje. Maar als diegene het ook niet weet, is het best wel handig, want nu zit je ook op YouTube te kijken, maar op YouTube heb je ook andere dingen dan mijn video's of andere mensen hun video's. Je hebt namelijk ook online leraren. Snap je iets van geschiedenis niet, dan typ je in geschiedenis en het onderwerp dat je graag wil weten. En dan zijn er vast wel filmpjes over, want je hebt verschillende YouTube kanalen met verschillende schoolvakken. En ja, die leg je dan gewoon dat ene onderwerp uit. Heel erg handig dus. Agenda's, maak er gebruik van. Op sommige scholen is dit al verplicht, op sommige scholen niet. Maar ik vind het zelf al heel erg handig. Zo weet je wat je moet doen voor school, maar ook dingen in je vrije tijd. En dan kan je niet dingen vergeten, je huiswerk vergeten, zodat je weer strafwerk moet maken. Gebruik dus een agenda. En misschien kan je daar ook wel een structuur in vinden. En daarvoor kan je weer markers gebruiken. Markers zijn super handig. Bedenk bijvoorbeeld bij oranje. Oranje gebruik ik voor alle toetsen. Groen gebruik ik als ik iets af heb.
hebt, dan kan je dat gewoon doorstrepen. Roze gebruik ik voor dingen in mijn vrije tijd, hobby's, sport, afspraken. En zo kan je heel makkelijk terugvinden wat wat is en raak je minder snel in de war. Wat ik zelf ook al een paar jaar gebruik is een desk planner. En dit kan je bij verschillende winkels kopen. Hier aan de bovenkant staan notities en to-do. Kan je nog extra dingen opschrijven. En hier staan alle dagen van de week. En dan kan je zo in rijtjes opschrijven wat je allemaal moet doen en het afstrepen. Ik vind het heel erg handig om dit als extra ook nog te gebruiken en het dan open op mijn bureau te leggen. Strafwerk. Zoals ik net al zei, als je huiswerk niet maakt, bij sommige docenten kan je dan strafwerk krijgen. Ja, ligt er maar net aan bij welk vak dat is. Denk dan even slim bij welk vak je huiswerk echt moet maken en bij welk je het soms even wat minder hoeft te doen. Maar maak het vooral wel gewoon, want dat is gewoon handig. Dan blijft het beter in je hoofd hangen. En daar heb je voor de rest van je leven soms best nog wel wat aan. Maar stel, jij moet dus strafwerk maken. En je moet zoveel zinnetjes schrijven. Wat er bij ons werd gedaan was, mensen pakten twee pennen. Die hielden dit in één hand vast. De ene pen schreef op de ene regel en de andere op de andere. Schrijf je dus dubbel in één keer. Dan hoef je minder strafwerk te maken. Dus dat is best wel slim. We hadden ook 1 cent voor Nederlands. En daarbij moest je als strafwerk huisje, boompje, beestje doen. Eigenlijk vond iedereen dat dus leuk strafwerk. We hielpen daar elkaar ook mee. Dat was heel gaar. Maar dan moest je dus een huisje tekenen, een boompje en een beestje. En dan een A4'tje aan de voorkant vol en dan aan de achterkant op elk lijntje. Nou, was best leuk strafwerk dus. Tussenuren en uitval. Misschien heb je hier dus nog nooit van gehoord als je vanaf groep 8 komt, wat me ook best wel logisch lijkt. Maar een tussenuur is dus eigenlijk dat je bijvoorbeeld het eerste uur en het tweede uur les hebt. Het derde uur heb je niks. Het vierde uur, vijfde uur, zes uur heb je wel weer les. Nou ja, dan heb je dus eigenlijk 1 uurtje niks te doen. Wij maakten er dan altijd gewoon het leukste maar van en eigenlijk had ik nooit zoveel tussenuren. Ik had wel eens uitval. Wij hadden altijd een meisje, Amber. Ik denk niet dat ze dit ziet. Maar ze hadden altijd een kaartspel in de tas. En dat was heel erg gezellig. Dan gingen we gewoon met z'n allen zitten kaarten. En ja, dat was gewoon heel erg leuk. Dus neem dus zelfs een kaartspel in je tas. Voor als jullie echt vervelen, geen huiswerk hebben. Want het is ook gewoon heel erg handig om in dat tussenuur of in dat uitvaluur gewoon even je huiswerk vast te maken. Hoef je dat thuis weer niet te doen. Dan waren dit voor nu mijn back to school brugklas tips. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dat jullie er wat aan gehad hebben. En dan zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. Te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei. Veel succes op school. Van het klaslokaal niet vinderen. En dit geldt ook als je in de